Shell neemt afstand van het rapport van SOMO over dividendbelasting. Het gaat uit van een verkeerde veronderstelling. De Nederlandse schatkist heeft juist baat bij Shell. Ik wil graag in gesprek hierover met Shell, omdat ik denk dat Shell een heel goed voorbeeld is van wat er allemaal mis is met grote multinationale ondernemingen op dit moment. Wat we zien is dat eigenlijk vanaf de jaren 80, in de periode van globalisering, doordat kapitaal makkelijker van één land naar het andere land ging, grotere overnames plaatsvonden en eigenlijk bedrijven, multinationale ondernemingen, een steeds groter onderdeel werden van de wereldwijde economie. In 1990 waren de totale activa van multinationale ondernemingen ongeveer 18% van de wereldeconomie. In 2016 was dit 150% van de wereldeconomie. Het grote probleem van bedrijven die zo groot zijn, is dat je allerlei dingen ziet die we in het verleden ook hebben gezien. Het motto van de beruchte bankiersfamilie uit Florence, de Medici, was: met geld macht verwerven en met macht geld beschermen. En Shell is hier een heel goed voorbeeld van. En daarom wil ik met ze in gesprek. Bij Shell kunnen we eigenlijk putten uit heel veel verschillende voorbeelden. Waar je ziet dat hun economische macht overigens gaan in politieke macht. Maar ik wil me nu eigenlijk even concentreren op één aspect. En dat is hoe zij met de Nederlandse Belastingdienst een deal hebben gesloten om hun dividend, hun Nederlandse dividend, uit te keren via het buitenland. Hierdoor hoeven aandeelhouders van deze aandelen van het Nederlands gedeelte van Shell geen dividendbelasting te betalen. Daardoor de Nederlandse schatkist 8 miljard euro misgelopen. En wat we zien is dat als deze deal door blijft gaan, dan verwachten we dat tegen 2028, 10 jaar tijd, nogmaals 15 miljard euro verloren gaat aan de schatkist. Dit blijkt uit een onderzoek van SOMO. En de reactie van Shell op dit onderzoek is wat mij betreft heel interessant. Zij zeggen eigenlijk, er is eigenlijk niks mis met dit bedrag wat de Nederlandse schatkist misloopt. Nederland heeft hiervoor iets teruggekregen, namelijk het hoofdkantoor van Shell is in Nederland gebleven. Wat Shell eigenlijk zegt is dat Shell de Nederlandse overheid heeft gechanteerd en heeft gezegd: wij gaan ons hoofdkantoor verplaatsen als onze aandeelhouders dividendbelasting moeten betalen. Vervolgens heeft Shell haar zin gekregen en vervolgens stelt het: en nu moeten de rest van de belastingbetalers in Nederland niet zeuren. Maar wat heeft het hoofdkantoor Nederland eigenlijk opgeleverd? In Nederland werken ongeveer 10.000 mensen voor Shell. En naast het hoofdkantoor heeft het activiteiten in Pernis. Maar toch is de vraag of hier ook maar 1 euro winstbelasting over wordt betaald. En dit is eigenlijk een heel groot probleem. Wat we zien is dat er een combinatie is tussen aan de ene kant het ontwijken van belasting, in samenspraak eigenlijk met de Belastingdienst en het ministerie, een openlijke stilte hierover en grote politieke steun. En het is die hele combinatie die laat zien dat bij Shell hun enorme economische macht over is gegaan in veel te grote politieke macht en invloed. En hierover moeten we met z'n allen in gesprek. Want dit is een bedreiging van de democratische orde.